Krishna etit prej zanës, prej sëmëve. Gjithë kënë kam në kryo, kam të natë me për poshtë. Trande is 81 jaar en woont in Albanië. Ze is haar man verloren en heeft geen gemakkelijk leven. Gelukkig wonen haar zoon en zijn familie bij haar. Trande woont in Nimja, een afgelegen dorpje in Albanië. Mensen hier in de buurt staan er vaak alleen voor. De familie verdient een beetje inkomen met het verbouwen van groenten en het verkopen van kastanjes die ze in het bos vinden. In de koude wintermaanden is er meestal geen werk. Dan zijn er dus geen inkomsten. Het kleine pensioen van Drande is maar 45 euro. Dat is niet genoeg om van te leven. De familie heeft grote moeite om het benodigde geld voor Drandes hartmedicatie bij elkaar te sprokkelen. Wij, Dorcas, laten mensen zoals Drande niet zitten. Samen met 8000 vrijwilligers steken we tijdens de Dorcas voedselactie de handen uit de mouwen om duizenden mensen zoals Drande in Oost-Europa te helpen. Ook dit jaar zamelen we weer geld in voor voedsel, maar daar blijft het niet bij. Onze sociaal werkers brengen een bezoek om hen te ondersteunen. We leren hen groenten te verbouwen en geld te sparen. We werken toe naar een gezonde toekomst. Zo is er ook straks brood op de plank. Drande is oud, maar haar kleinzoon Melvin doet vrijwilligerswerk en helpt met het bezorgen van de voedselpakketten. Iedereen kan meedoen. Doe je mee? Geef nu voor voedsel op dorcas.nl/voedsel.